Beste leerlingen, welkom terug bij deze les over de Franse Revolutie. Dit is de slide waar ik gestopt ben, dus ik ga hier gewoon verder. We hebben hier de rechten van de mens, zoals die door een nationale vergadering opgetekend worden, maar uiteindelijk verandert er ook dan weer op niks. Jullie kennen het wel, politiek gebabbel, maar uiteindelijk voor het volk verandert er bijna niets. Jullie kennen nu wel alle protesten, alle stille protesten tegen onze regering, wel onze tijdelijke regering nu, en hoe weinig er eigenlijk echt verandert. En wat zien we dan? We zien een nieuw gegeven, omdat de vrouwen het hongeren van hun kinderen echt beu zijn. Dus vrouwen nemen het heft in handen en zij trekken op naar Versailles, dat heel chic kasteel dat Louis XIV gebouwd heeft, en waar ze weten dat de koning zit. Op 5 oktober is er een hele optocht naar Versailles om te proberen de koning te pakken te krijgen. De koning, koningin en hun gezin vluchten, maar ze worden herkend en opgepakt. Want zoals het wel vaker gaat met koning en koningin, kunnen ze zich niet goed genoeg vermommen, pakken ze toch nog steeds een koets en valt het dus heel snel op dat zij niet bij het gewone volk horen. Nu, men heeft dan de koning te pakken en dan is het de vraag wat gaat men ermee doen. En de nationale vergadering kiest om hem nog even bij te houden, omdat hij natuurlijk het teken is van de eenheid van Frankrijk. Hij heeft op dat moment ook gewoon schrik dat Frankrijk uit elkaar gaat vallen in allemaal kleine landjes of stadjes of stadstaten. Men wil wel de eenheid behouden. Dus het ontstaan van een constitutionele monarchie gebeurt plotseling. Ik heb hier een voorbeeld van een constitutionele monarchie opgeplakt. En dit is deze van Nederland. Nu, ik had hier ook die van ons kunnen plakken, want ook voor ons is dat het geval. Zowel voor Nederland als voor België zijn de koningen die wij nu hebben, die wij kennen, de lijn van regeren nu, zijn die gestart binnen een constitutionele monarchie. Andere landen hebben nog koningen, zoals Engeland bijvoorbeeld, die nog een bloedlijn hebben die dateert van daarvoor. Nu, constitutie wil grondwet zeggen. Dat wil zeggen dat de koning vanaf dan niet meer boven de wet staat, maar ook moet handelen en regeren volgens de grondwet en volgens een parlement, waar dus hij mee moet samen regeren. Dus de absolute macht ligt niet meer bij de koning. Men kiest ook voor een seinskiesrecht. Dat bepaalt dat alleen diegenen die een bepaalde hoeveelheid aan belasting betalen, kiesrecht krijgen. Men legt de koning verder nog wat beperkingen op, maar men geeft hem toch nog het veto-recht. Wat niet meteen een slimme zet was. Maar kijk, we zijn in het verleden, niet alles is even duidelijk. Nu, de kerk en de adel verzetten zich natuurlijk tegen al die veranderingen. Zij willen hun machtspositie niet afgeven. En zij zoeken hulp in binnen- en buitenland. Met als gevolg dat opstand, burgeroorlog en zelfs complete oorlog met alle mogelijke buurlanden dreigen. En dat wil de nationale vergadering niet zien gebeuren. Maar tegelijkertijd blijft de koning ook veto's uittellen. Pas en te onpassen zegt hij weer nee tegen dingen die de nationale vergadering probeert door te voeren. Er zijn dan ook revolutionairen die liever nog een stapje verder gaan. En zij grijpen de macht tegen de nationale vergadering in. Zij kiezen voor algemeen kiesrecht, dat wil zeggen dat iedere man op dat moment mag stemmen. Vrouwen zijn nog uitgesloten. De koning en zijn gehele familie worden gedood. Dat is dus ook het einde van de monarchie. En er wordt een republiek opgestart. Een republiek is een land dat bestuurd wordt door een president. Of door toch iemand die geen lid is van de monarchie. We zien hier Marie-Antoinette, de koningin, de vrouw van Louis XVI, met haar drie kinderen, die dus ook alle drie onder de guillotine zijn gestorven. Men doodde toen eerst de kinderen, zodat zij de ouders niet moesten zien sterven. Daarboven zie je Louis XVI zelf, hier leeft hij nog net, maar achter hem wordt de guillotine klaargemaakt. En de bovenste afbeelding is een film die gemaakt is over Marie-Antoinette, de koningin die onthoofd werd. En die revolutionairen, die extreme revolutionairen, worden geleid door Robespierre en hij start op dat moment La Terreur. Robespierre grijpt de macht en hij is wel heel radicaal, want hij begint met een ware oorlog tegen het volk. Hij doodt duizenden tot miljoenen mensen. Zo goed als iedereen die van adel is, wordt uit zijn huis gesleerd en op de guillotine gelegd, of ze nu goed of slecht zijn. Bijna alle geestelijken worden weggehaald en onthoofd. Maar ook die revolutionairen die niet helemaal akkoord gaan met Robespierre, worden ook onthoofd. De mede
Personeel van de adel, dat niet wil zeggen dat ze niet graag werkt, bijvoorbeeld voor hun werkgevers, wordt ook onthoofd, ook al zijn zij van het gewone volk. En er zijn nog anderen van het gewone volk. Er was zo bijvoorbeeld de regel dat je de straat in Parijs niet op mocht wanneer je de drie kleuren van Frankrijk in de vorm van een roosje niet op je kleren droeg. Wanneer je dat dus niet had, dan wou dat zeggen dat je niet voor de revolutie was en dan kon je zo naar de guillotine gesleurd worden. Vandaar dus la terreur. De revolutie wordt hier doorgedreven en nu is echt niemand meer veilig. Een paar interessante gegevens. Hier zie je natuurlijk die guillotine aan het werk. Je ziet het volk eronder staan. Uiteindelijk werd het gedaan op La Place de la Concorde en het was uiteindelijk zo verschrikkelijk dat men zelfs er niet meer in slaagde om al het bloed tijdig weg te krijgen, om alle lijken weg te krijgen. Wat deden mensen ook? Ze doopten hun zakdoeken in het bloed van bekende mensen die onthoofd werden. In deze kalebas die je hier ziet, zit een zakdoekje die gedoopt is in het bloed van, jawel, Louis XVI. Men heeft kunnen achterhalen dat het wel degelijk zijn bloed is, want dit is het gemummificeerde hoofd van zijn overgrootvader. En zo heeft men de DNA-link kunnen leggen. En dit hier is niet de Engelse koninklijke familie, maar het zijn de wassenbeelden die in het museum van Madame Tussaud in Londen staan. Madame Tussaud was een jong meisje tijdens de Franse Revolutie en zij werd gedwongen om wassenmaskers te maken van diegenen die vermoord werden onder de guillotine. Het idee van een dodenmasker bestaat al veel langer. Zo had je toch nog enigszins een afbeelding van de persoon die gestorven was. Zij is dus op die manier tijdens de Franse Revolutie begonnen. En ze is nadien naar Londen gegaan en heeft daar haar wel zeer bekende museum gestart. Nu, het einde van het terreur is, eindigt natuurlijk, excuseer, de terreur eindigt ook met bloedvergieten, want je ziet hier dat Robespierre zelf onthoofd wordt. Je ziet er ook weer als een spotprint waarbij de hoofdjes mooi liggen opgestapeld per klasse waarin dat de mensen die onthoofd zouden zijn. Dat het moet liggen. Dus je ziet hier adellijke, geestelijke, afvalligen, revolutionairen. Dus uiteindelijk wordt Robespierre zelf onthoofd onder het toeziend oog van de altijd aanwezige massa. Het was dus letterlijk dat er een echte rij, hier zie je karren, van mensen klaar stonden te wachten tot het eindelijk aan hen was om onthoofd te worden. En ze werden opgeschoten in La Bastille, waar dus vroeger het gewone volk in opgesloten werd. Het is al een tijd van La Directoire. Dat zijn vijf directeurs en zij zouden dus Frankrijk moeten besturen. Maar ze zijn niet sterk genoeg. Ze slagen er niet in om terug eenheid te genereren. Je ziet hier trouwens aan die vlosjes op zijn hoofd, op hun hoofden wat ik bedoel. Blauw, wit en rood. Je moest dat dragen om duidelijk te maken dat je voor Frankrijk, voor de revolutie was. En daar hebben we deze man, Napoleon. Nu, ik ga hem heel even kort samenvatten, want hij luidt ook een nieuw tijdperk in, de nieuwste tijd. Dus je gaat hem volgend jaar nog erg tegenkomen. Je kan zelfs stellen dat de oorlogen die hij voerde eigenlijk een beetje de Eerste Wereldoorlogen waren, maar eigenlijk eerder de eerste Europese oorlogen. Want de rest van de wereld is nog niet zo erg betrokken. Maar hij wordt een beetje vergeten, natuurlijk met het zicht op de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Maar hij was zeer belangrijk. Hij was een generaal en hij was wel sterk genoeg om de macht te grijpen. Hij slaagt erin om zichzelf naar boven te werken. Eerst regeert hij nog even samen met twee andere mannen, maar hij kan zichzelf dan toch tot keizer kronen. En hij is een beetje een dubbelstrijdige figuur, want hij staat volledig achter de revolutie en de verlichting. En hij gaat dan ook oorlog voeren met de andere landen in Europa om die verlichting te verspreiden. Om ook de andere volkeren te bevrijden van die dictators die over hen heersen. Maar hij kroont zichzelf natuurlijk wel tot keizer, wat een beetje neerkomt op hetzelfde. Dus een beetje moeilijk. Hij wordt dan ook tweemaal verbannen, maar hij keert de eerste keer terug, de tweede keer is het definitief. En nadat hij verbannen is, keert de monarchie kort weer terug in Frankrijk. Maar op dat moment is niets nog hetzelfde. Heel de wereld is veranderd. Jullie kunnen daar op pagina 143, moeten jullie de tijdlijn dan invullen. En het liedje dat jullie onder die YouTube-link zien, kunnen jullie daarmee helpen. Wat moeten jullie nu doen? Jullie moeten je cursus aanvangen op pagina 134 tot 143. Jullie zien dat ik pagina 132, 133 overslaag, want het is een achtergrondtaak die ik vorige week vervangen heb door die Hongkong-taak.
En jullie hebben een taak die dus ook gespreid staat over 2 weken. En dat is een spotprint-analyse. Gebruik daarvoor zeker het internet en je vindt die ook weer al apart op Smart School. Er zijn dus 2 live-sessies waarbij je vragen kan komen stellen. Deze week voor VRCA en VRTW al. Ah nee, want dat is ook op donderdag. Nee, er zal dus maar alleen volgende week een live-sessie zijn. Nu, waarom heb ik jullie die taak van Hongkong laten maken? Je ziet dat daar een beetje dezelfde werking aan de gang is. Het volk is daar al lang ontevreden wat er aan de gang is. En het is een beetje een modernere versie van de Franse revolutie. En dat is zowel positief als negatief. Vaak gaat zo'n revolutie net te ver. Zijn er te veel extremisten die het te ver drijven. Maar de insteek is natuurlijk wel vaak correct. Als het volk ontevreden is, moet de overheid iets doen. En er zijn zo heel wat voorbeelden. Het bekendste is natuurlijk de Arabische lente, waar dit eigenlijk onderdeeltjes van zijn. Nu, wat is de invloed ervan? De Franse revolutie tekende heel Europa en daarbuiten. Elke monarchie wordt geraakt, want ja, plotseling krijgt elke Europese monarchie te maken met die idee van de verlichting. Iedereen krijgt schrik en er verdwijnen er ook heel erg veel. Frankrijk heeft bijvoorbeeld al lang geen monarchie meer. Veel meer volkeren komen in opstand, maar ook de kolonies willen steeds meer onafhankelijkheid. Nu, dat duurt een beetje langer, maar ook die ideeën sijpelen daar binnen. Men wil gelijke rechten en vooral de Amerikaanse staten willen onafhankelijkheid. En dat is erg belangrijk, want wat gebeurt er? Er is een groot verschil tussen waar Amerika en Europa voor staan. Als je naar het liedje hebt geluisterd, dan hoor je haar liberté, égalité en fraternité zingen. Amerika, daar kiest men vooral voor liberté. Dus men kiest altijd voor die 3 woordjes samen. Vrijheid, samenhorigheid, gelijkheid en broederlijkheid. Maar Amerika neigt meer door naar vrijheid. Europa meer naar gelijkheid of samenhorigheid. En dat heeft een enorme invloed. Bijvoorbeeld wat er nu vandaag in Amerika aan het gebeuren is, hangt enorm samen. Amerikanen worden echt grootgebracht met het idee dat zij in de land of the free leven en dat zij het enige land of de enige plek op aarde zijn waar iedereen vrij is en volledig en compleet mag doen wat hij of zij wil. In Europa is het beeld een beetje anders. Hier moet je eerst gaan kijken naar wat is er goed voor iedereen, alvorens je eigen individualisme kan doordrijven. Vandaar dus die enorme protesten tegen de lockdown en tegen de maatregelen van de overheid om coronavirus weg te werken. Bijvoorbeeld hier, give me my liberty or give me COVID-19. Give me that, my constitutional rights are essential. Van kijk, je mag mij die niet afnemen, de overheid mag mij niet verplichten binnen te blijven. Ook al heeft ze natuurlijk een mondmasker op. En hier zie je nog andere zaken natuurlijk. De healthcare in Amerika. Wanneer jullie later ziek worden, worden jullie doorbetaald. Dat wil zeggen dat ik op dit moment ook voor jullie onderwijs aan het betalen ben. Dus er wordt een heel groot deel van mijn loon afgehouden om te kunnen zorgen voor de ouderen, hun pensioenen, de zieken, wanneer zij dus ziek vallen, en de jongeren, hun scholing. In Amerika wil men dat niet. The American dream is, je moet voor jezelf zorgen. En als je dat niet kan, dan heb jij gefaald in het leven. Dus heel veel mensen daar kunnen helemaal niet betalen voor de zorg die zij nodig hebben en sterven daar dan ook aan. En dat is allemaal door die vrijheid. Ik ben vrij om veel geld te verdienen, ik wil dan ook niet betalen voor iemand die daar niet voor kiest, is het idee. Er is natuurlijk 1 woordje dat vergeten wordt. Zowel in Europa als Amerika wordt fraternité heel vaak vergeten. De broederlijkheid of de gelijkheid. Een oude foto van Amerika, maar helemaal nog niet zo oud. En je leest hier, race mixing is communism. Stop the race mixing. Dus het gaat hierover dat men huwelijken tussen blanken en zwarten volledig wilt afkeuren. Een Belgisch programma dan. Ik vind het gewoon heel raar, echt waar, dat ik een Marokkaan krijg. Dit is natuurlijk van blind getrouwd. Deze dame vindt het heel gek dat ze met een Marokkaan zou trouwen. En meer recent natuurlijk, Trump die in een persconferentie een Aziatische dame haar toesnauwt dat ze het maar aan China moet gaan vragen, want dat zij, en dus China, de oorzaak zijn van corona, waarna hij dus kwaad wegstormt. Dus Amerika zie je steeds meer Aziatische mensen op straat komen die aan het vragen zijn van alsjeblieft, ik heb dit niet veroorzaakt, mijn etniciteit is geen virus. Die fraternité wordt zowel in Amerika als in Europa vaak vergeten. Maar dan weet je hierdoor, deze denkbeelden worden
doorgestuurd door de Franse Revolutie. En dan begrijp je ook meteen waarom Amerika vaak zo anders is. Dat was het. Hopelijk tot de volgende.